Als je het dan niet leest, dan zie je het wel. We hebben het hier over iets wat steeds op en neer gaat, heen en weer gaat, of wat dan ook. Trillingen. We gaan van start. Een trilling. Wat is nu een trilling? Wel, een trilling, dat is een beweging die zich steeds herhaalt. Periodiek noemen we dat. Maar het moet zich niet alleen maar herhalen, het moet ook een evenwichtstand hebben. Een evenwichtstand betekent dat, stel je voor, je houdt hem in rust, dan moet die toestand iedere keer een vaste plek wezen. Het moet dus niet zo zijn dat hij iedere keer op een andere plek tot rust kan komen. Dat is een trilling. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een slinger. Ja, hij herhaalt zich constant en als je hem stil houdt, dan weet je zeker dat hij in het midden blijft hangen. Een andere trilling is bijvoorbeeld deze. Ja, dat is een beetje minder symmetrisch, maar het is nog steeds een herhaling en hij zal ook weer iedere keer in dezelfde plek stil blijven hangen. Een massa aan schroefveer, ook een prachtig mooie trilling natuurlijk, duidelijk. Beweging van je benen tijdens fietsen, dat is al wat moeilijker te zeggen dat dat een periodieke beweging is. Want ja, de evenwichtstand, je kunt de voeten in feite in iedere plek stilhouden. Dus dit is geen trilling. En beweging van lift in een flatgebouw, ook niet. Want die herhaalt zich niet iedere keer op dezelfde manier. Soms ga je eens naar de tweede verdieping, dan weer terug naar de eerste en soms van de tweede meteen door naar de vijfde. Dus ook geen trilling. Kikker. Ik weet het niet. Laten we gaan verder. We gaan eens kijken wat voor kenmerken of eigenschappen we aan een trilling kunnen geven. Allereerst is natuurlijk, hoe ver gaat de trilling naar links en naar rechts? Ik ga even met een slinger bezig. Wel, dat is de uitwijking. De uitwijking van een voorwerp wat heen en weer slingert. Dat is de afstand van het voorwerp tot aan de evenwichtstand. Dus met een slinger tot aan het midden van de beweging. De uitwijking, het symbool is de kleine letter U. De eenheid is de meter. En het moet natuurlijk wel duidelijk wezen wanneer links en rechts is van de evenwichtstand. En vandaar dus dat we zeggen van, hey, als hij zich rechts of eventueel boven de evenwichtstand bevindt, dan noemen we de uitwijking positief. En als je links of onder evenwichtstand bevindt, dan is hij negatief. Ja, boven en onder is natuurlijk als je op en neer beweegt. Iets wat met uitwijking te maken heeft, is de amplitude. Amplitude, dat is namelijk de maximale uitwijking die iets kan hebben. En ook weer natuurlijk ten opzichte van de evenwichtstand. Symbool voor amplitude is hoofdletter A. En net als uitwijking is het gewoon een lengte, een afstand. Dus de eenheid is meters, kleine letter m. En amplitude is altijd positief. Let op, altijd positief. De trillingstijd. Dat is de tijd die je voor één trilling nodig heeft. Let op, één trilling, dat is dus bij een slinger niet van links naar rechts, maar het is van links naar rechts en dan weer terug naar links. Ja, het is tijd nodig voor één volledige trilling. Nou, het symbool is de hoofdletter T en het is een tijd, dus de eenheid is seconden. Iets met trillingstijd verbonden is de frequentie. Ja, trillingstijd was tijd voor één volledige trilling. En frequentie is het aantal trillingen voor één seconde. Dus stel je voor, je telt eventjes hoe vaak hij in 10 seconden heen en weer gaat. Je deelt dan het door die 10 seconden en je krijgt dan de frequentie. En je deelt door het aantal seconden dus. De eenheid is dan ook per seconde. Dat is seconde tot de macht min 1. Maar gebruikelijker is het om als eenheid de hertz te doen. Symbool voor frequentie is de kleine letter f. Trillingstijd en frequentie hebben alles met elkaar te maken. Als je trillingstijd weet, dan kun je de frequentie berekenen. En omgekeerd, namelijk trillingstijd is 1 gedeelde frequentie. Of frequentie is 1 gedeeld door de trillingstijd. Oké, we gaan even 1 volledige trilling bekijken. Let op, hè. Omhoog, naar beneden en weer terug. Zo, 1 volledige trilling. Als je helemaal omhoog zou gaan, heeft je een kwartrilling gedaan.
gaat hij weer terug en gaat weer door de evenstand, dan heeft hij dus op dat moment een halve trilling gedaan. Ja, helemaal in het onderste heeft hij 3/4 trilling gedaan. En één keer terug heeft hij 1 trilling gedaan. En dan kan hij weer gaan. Ja, we zeggen dat hij in het begin heeft hij 0 trillingen. Dan noemen we dat dat de fase 0 is. Ja, gaat hij omhoog, bovenste, ja, 1/4 trilling gedaan. Dus de fase is 1/4. Weer terug, oh, even in het midden stoppen, halve trilling. De fase is 1/2 en je ziet aan het pijltje trouwens, dus, hè, hij staat niet echt stil natuurlijk, hij heeft een snelheid naar beneden toe. Hij gaat verder en in het onderste deel, zo, daar 3/4 trilling, de fase is 3/4 en tenslotte terug. En in het midden, ja, met de snelheid omhoog, heeft je precies 1 trilling gedaan en de fase is dan 1. Ja, hij kan natuurlijk verder, hè. Kijk, de oplossing, daar heb je 5 1/4, 1/2. 1 3/4 en in het midden heeft hij dan een fase 2. En zo kan hij constant verder gaan. Ja, hij trilt ontzettend steeds vaker en vaker. En de fase loopt dus iedere keer op. En iedere keer, ja, nu heeft hij dus een fase 3. Je ziet trouwens niet aan het ding of hij een fase 0, 1, 2 of 3 heeft. Daar komen we zo meteen op terug. De fase is in ieder geval hier het aantal trillingen wat een punt heeft uitgevoerd. Het symbool voor fase, een heel mooi symbool vind ik zelf, is de letter phi. En we zullen het even met een voorbeeld toelichten. Ja, je hebt een slinger. In 8 seconden gaat hij 1 slingering uitvoeren. Dat is een behoorlijk trage slinger dus. En hoe groot is nu de fase? 2, 6 en 40 seconden. Je ziet al van 8 seconden volledig, dus na 2 seconden heeft hij 1/4 trilling gedaan. Ja, en na 6 seconden, ja, 3 keer zoveel, 3/4. En na 40 seconden, 5 trillingen. In het algemeen kun je dus hier zeggen van dat de fase kun je berekenen door de tijd te delen door de trillingstijd. Of, omdat trillingstijd het omgekeerde is als de frequentie, kun je natuurlijk ook zeggen dat de fase f mal t is. Goed, het bovenste punt. Ja, hij is daar. Eventjes weer een klein vraagje. Hoe groot is daar de fase? Aha, oké. Okay. 1/4 of, nee, 1 1/4. Nee, 3 1/4. Of zou het, ja. Het is en blijft een vraag. Hoe groot is de fase? Ja, ik weet in ieder geval wel dat het eindigt op 1/4. Dat is een ding wat zeker is. En dat is ook natuurlijk het meest belangrijke. Omdat het zo belangrijk is, noemen we dat de gereduceerde fase. Het heeft dus een aparte naam. Ja, dat is de fase waarbij het geheel, dat deel, weg wordt gelaten. Gereduceerde fase is de fase tussen de 0 en de 1. Oké, okay, een groene en een rode trilling. Laat ze los. Ie, kijk eens, ze gaan precies tegelijk op en neer. Stop nu maar eventjes, oké. Okay. Ja, je ziet, ze trillen precies gelijk. En als ze rood boven is, is groen ook tegelijk boven. Ze hebben dus beiden dan tegelijk als fase 1/4. Het faseverschil is dan ook 0. Faseverschil, ja, die delta, ja, dat tekentje daar, hè, deze teken delta. Dat betekent verschil van. Dus verschil van fase, faseverschil, is de 1 min de ander, is altijd 0. Het faseverschil, als het 0 is, dan zeggen we dat ze beiden in fase trillen. In fase trillen betekent dus dat ze tegelijk trillen. Dat kan ook anders. Kijk, hier heeft rood een voorsprong. En ja, dan krijg je dus, ja, van, als ze dezelfde trillingstijd in ieder geval hebben, dat groen nooit zal inhalen. Ze hebben altijd een verschil van 1/4. Ja, groen loopt altijd 1/4 trilling achter. Dus hier is het faseverschil 1/4. Heeft geen bijzondere naam trouwens, deze. Nou, hey, hebben we deze alweer gehad? Nou, nog maar een keer dan. Oh nee, kijk, ze zijn precies tegengesteld. Zie je dat? Ja. Dus als de ene boven is, is de ander onder. Dus het is precies 1/2. Ja, het faseverschil is 1/2, dus delta phi
is een half. En dit heeft wel een bijzondere naam, namelijk dit noemen we in tegenfase. Beide trillingen zijn dan in tegenfase. Goed, in het algemeen twee trillingen A en B. Ja. De fase van A is 4A, de fase van B is 4B. En zo net al, hè, dan is dus faseverschil, het verschil tussen die twee, eenvoudig 4A min 4B. Daar kun je natuurlijk ook iets anders schrijven. Maar kijk, fase is tijd gedeeld door trillingstijd. Dus het faseverschil is de tijd van A gedeeld door trillingstijd min tijd van B gedeeld door trillingstijd. Oftewel, het is eigenlijk het verschil in tijd gedeeld door trillingstijd. We gaan er even vanuit dat A en B beiden dezelfde trillingstijd hebben. Nou, en de een begint gewoon even iets eerder te trillen dan de ander. En vandaar dus dat ze een faseverschil hebben, omdat ze een tijdsverschil hebben. Van een trilling kun je ook een UT-diagram maken. Een UT-diagram, dat is eigenlijk dus de uitwijking. En de uitwijking meet je iedere keer op ieder tijdstip. Ja, dus hier, je begint bij 0. Dan halve, na een kwart seconde is je in het bovenste punt. Na een halve seconde is je weer daar. Na drie kwart seconden is je daar, et cetera, et cetera. Het UT-diagram. De amplitude kun je eenvoudig eruit aflezen. Dat is hier 1 centimeter. Trillingstijd, precies 1 zo'n golfje. Ja, en de frequentie hier is ook 1. Want ja, de frequentie is 1 gedeeld door trillingstijd, 1 gedeeld door 1. Hè. Dit is een iets ander. Ja, amplitude verdubbeld, 2. Trillingstijd ongeveer 0,66. En de frequentie is 1 gedeeld door 0,66, 1,5. Je had hier trouwens ook kunnen zeggen. Kijk, ja, na 1 seconde zie je hier, dat is 1... en een half, dus anderhalve trilling in 1 seconde. Dus frequentie is inderdaad 1,5. Kijk, hieronder heb je weer een wat ander UT-diagram. Maar het is wel een UT-diagram van een trilling. Namelijk van een gezond menselijk hart. De wrijving kan ook bij een trilling voorkomen. En je moet gewoon eventjes weten dat de wrijving bij een trilling demping wordt genoemd. Ja, bij demping zal iedere keer de amplitude steeds kleiner en kleiner worden. Kijk, dat is hier zo. Let trouwens op dat de amplitude wordt kleiner, maar de trillingstijd blijft wel gelijk. Dat is wel weer even een weetje dus. Hè? Dus de toon wordt iedere keer zachter, 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 om zo te zeggen. Maar de frequentie blijft gelijk. Over geluid zullen we trouwens later meer te horen krijgen. Woordgrapje. Nou, hierboven hebben we weer zo'n trilling, een ECG. Ja, één hokje is 1/8 seconde, 0,125 seconden. En eerst eventjes van, hé, waarom is hier sprake van trilling? Nou, duidelijk is het hier. De beweging herhaalt zich in steeds een vaste tijd en, wel een beetje sneu, maar als het hart stil blijft staan, dan blijft het wel in dezelfde stand staan, maakt niets uit. Stil is stil. Hoe groot is hier de trillingstijd? Dus hoe lang duurt één trilling? Nou, bij zo'n opgave ja, moet je altijd zo groot mogelijk iets doen. Dus hier niet denk van, oh weet je wat, ik pak hier en daar. Ik kijk even van, hey, dat is 1, 2, 3, 4, 5, nou bijna 6 hokjes. Dus 6 keer 1 hokje. Nee, je moet van daar tot daar doen. Ja, en dan krijg je dus dat je daar 6 trillingen hebt in ongeveer 35 hokjes. En dan krijg je dus 35 keer die 0,125 is zoveel seconden. En dus 1 trilling is dan delen door 6 is zoveel seconden. Maar als je nu de trillingstijd weet, kun je dan ook weten wat dan de frequentie is van het hart. Maar de frequentie van het hart doen we niet per seconde natuurlijk, maar doen we het per minuut, beats per minute. Nou, trillingstijd weet je. Dus de frequentie weet je ook. Dat is namelijk 1 gedeeld door de trillingstijd. Dan weet je dus hoeveel slagen het per seconde zijn. Nou, als je zoveel per seconde doet, dan heb je dus
per minuut 60 keer zoveel. Dus 82. Ach, dat is voor een hart wel aardig tempo. Maar goed. Vaak zie je dit ook nog wel eens. Een beeldscherm met daarop zo'n mooie sinusvorm. Wat in feite ook weer een trilling weergeeft. Ook hier hokjes. En van belang is dat je bij zo'n hokje kunt aangeven hoeveel dat voorstelt. Horizontaal staat er dan vaak zoiets van 2ms-div. Dat betekent div is in feite gewoon hokje. En betekent dat je horizontaal één hokje 2 milliseconden voorstelt. En verticaal het aantal volts en de spanning. En één hokje in verticale zin betekent dan 2 volt. Dus ja, om zo te zeggen, dus als ik van daar naar daar ga, dit is dan 2 milliseconden. En als ik van daar tot daar ga, dan heb ik daar 2 volt. Nou, dus in dit geval hier, de trillingstijd, de frequentie van het bovenste signaal, hoe groot is die? Nou, ook hier weer probeer zo groot mogelijk gebied te doen. Dus bijvoorbeeld van daar tot daar. Ja, dat is ongeveer 8 hokjes. 4 trillingen, 8 hokjes. Dus 4 trillingen in 16 milliseconden. Oftewel, de trillingstijd is dan 16 gedeeld door 4 is 4 milliseconden. En de frequentie is 1 gedeeld t. Ja, let op. T in seconden als je frequentie wilt meten. En dan krijg je 250 hertz. Ja, de amplitude van het bovenste signaal. Let even goed op dat je deze afstand, dat niet de amplitude is, maar dat is 2 keer de amplitude. Ja? Weet je nog, vanaf de evenwichtstand moet je doen. Hè? Dus ja, dat is ongeveer 2,6 hokjes 5,2 volt. En betekent dus dat de amplitude 5,2 gedeeld 2 is 2,6 volt. Zijn trillingen vermoeiend? Wel, nee. Kan juist zeer relaxed zijn. Tot de volgende keer.